Welkom bij Stal uit Ensmeer. En vandaag nemen we een kijkje achter de schermen bij Frank Hosmar. Als u op vakantie gaat, dan pakt u uw koffer in, stapt op het vliegtuig en klaar. Ook onze sporters pakken een tas en koffer als ze naar een evenement gaan, bijvoorbeeld Olympische Spelen. Maar wat nou als er een dier mee moet? Ook daar moet van alles mee. En dat gaat Frank Hosmar ons helemaal uitleggen. Ja, hallo, welkom natuurlijk hier bij het Ensmeer. Het mooiste plekje van heel gemeente Hellendoorn, denk ik. Wie is Frank Hosmar? Frank Hosmar is een jongen die geboren is in Hellendoorn. En ik ben 48 jaar. Ik ben getrouwd met Annelies Keekstra. En we hebben twee kinderen, twee jongetjes van 8 en 5 jaar oud. Tijmen en Jasper. En ik heb zoveel geluk gehad dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En ik ben de afgelopen zomer ben ik naar de Paralympics geweest in Rio. We zijn hier niet voor de sport. Tenminste, de sport op zich. Ja. Maar we gaan eens met jou meekijken achter de schermen. Want het is veel meer dan alleen maar even een koffer pakken en op weg naar Rio. Ja, er zat heel veel vooraf. Maar jouw paard, daar kan geen koffertje pakken. Nee, inderdaad. Dat paard. En er moet heel veel meer voor mee. Ja, dus klopt. Ik zou zeggen, neem ons eens even mee in de wereld hoe je daar komt. Oké, gaan we doen. Waar natuurlijk sowieso Brazilië is een vrij streng land qua regeltjes en wetgeving. En wat voor het paard natuurlijk mee moest, sowieso alle voer. Want voer was daar niet te verkrijgen. Zowel het hooi als gewoon het krachtvoer. Dus alle voer die hij hier krijgt, moest daar ook voor een paar weken lang moest dat mee. En natuurlijk alle harnassement moet mee. Dus de zadels, hoofdstellen, dekens. Soms is het in Rio 's nachts ook koud, dus er moesten weer een extra deken mee. Dus alle borstels, alle verzorgingsspullen. Alles wat je maar kunt bedenken wat zo'n paard dagelijks nodig heeft en op een wedstrijd. Dat moest allemaal mee. En natuurlijk voor mezelf ook. Ik pak wel mijn eigen koffer, maar ik heb natuurlijk ook alle wedstrijdkleding. Dus dan heb je weer extra rijlaars, extra helm, rijjas, noem maar op. Dus het is nog een hele volksverhuizing voordat je daar bent. En hoe gaat het paard dan eigenlijk mee? Nou, het was zo nu in Rio dat de ruiters die vertrokken vanuit Amsterdam, vanaf Schiphol. En alle paarden uit heel Europa die vertrekken vanuit Luik. Luik heeft een heel groot centrum op het vliegveld met stallen. Dus de paarden eventueel nog in quarantaine kunnen. En, dat moet ook voor Rio? Nou, dus nu moesten ze 14 dagen in quarantaine. Maar omdat wij dus echt aan een wedstrijd rijden, kun je niet zeggen van 14 dagen, we zetten ze ergens neer en that's it. Nee, je moet natuurlijk doortrainen. Want als je het paard 14 dagen niet traint, hoef je niet meer naar die wedstrijd te gaan. Want dat werkt niet. Dus toen is er een soort van uitzondering, een dispensatie voor iedereen. Elke ruiter aangevraagd. En dat je eigen terrein, de quarantaine was, dus dan mochten ook geen vreemde paarden hier op stal komen. Dus mijn stal was mijn quarantaine. Ik mocht met Alpha Viel niet van het terrein af. Nee. Dat was 14 dagen voor het vertrek. Ja. En dan breng je hem zelf echt naar Luik? Nee, dat kon niet, want we moesten ongeveer tegelijk. Dus mijn groom, Liane van der Horst, haar vriend, die heeft het paard weggebracht naar Luik. Frank, kun je ons een beetje uitleggen hoe dat eruit ziet in zo'n vliegtuig? Hoe de paarden er dan bij staan? Ja, de paarden worden vervoerd in containers die eruit zien net als een paardentrailer. Dat kent iedereen. Maar dan zonder wielen, dus gewoon met laadklep en al. En onze paarden vlogen zeg maar op luxe, een beetje business class. Ze mochten met z'n tweeën in plaats van met z'n drieën in één zo'n container. En dan vliegen ze dus richting Rio. En er wordt wel rekening mee gehouden met het opstijgen en het landen. Dat gaat niet zeg maar zoals wij dat kennen. Dat is toen de lange rover, de dalen, het opstijgen, dat duurt allemaal veel langer. Ja. Frank, als wij met het vliegtuig gaan, dan hebben we altijd een beetje last van een jetlag. Hebben paarden dat nou ook? Nee, ik heb geen enkel paard zeg maar, gemerkt van ons team dat ze daar last van hebben gehad. Alpha Viel, die was superfit. Die was de eerste 3 dagen had ik echt de handen vol aan hem. Hij was waarschijnlijk de hele reis gewoon staan te slapen. En onze team veterinair zei ook wel van Alpha Viel was zo super relaxed en die vindt alles goed. En die vindt allemaal prima. Ja, nou, dus ik heb niet het idee dat paarden daar last van hebben. Nee, er gaat een dierenarts mee. Die gaat ook mee met de paarden dat vlucht. Ja. En dat gaat echt iemand mee voor jullie eigen paarden. Dus die is er niet voor alle paarden. Nee, die is echt speciaal voor onze paarden. En elk land heeft het wel dat een team veterinair meegaat. En dan heb je nog de stewards van het transportbedrijf. Dat was Piet en Bloedstak, die regelde alles, ook al het papierwerk met de douane en noem maar op. En die hebben dan ook stewards die heel ervaren zijn, die gaan ook mee.
En dan natuurlijk de team veterinairs die de paarden kennen. We staan nu even bij Harm, tenminste zoals jullie hem noemen hier op de stal. Paard Harm. Ja. Hoe heet hij echt? Hernandez de Bayan. Dus dat is een beetje moeilijk roepen als hij in het weiland loopt. Daarom. En nu is het gewoon Harm en dan, hij komt. Ja. Harm is een vierjarige, nu nog hengst. Waarschijnlijk blijft hij ook wel hengst. Maar in ieder geval is het met een hele goede afstamming, Totilas. Menig mensen heeft daar inmiddels al wel over gehoord. En ik vind, je moet natuurlijk niet stil blijven staan. Ik heb nog een jong paard, die is 5 jaar oud. En ik wil door natuurlijk in de sport. En door ook zeker naar Tokio toe in 2020. En dan moet je natuurlijk wel een paard als reserve hebben. Dus ik ben aan het doorwerken dat ik in ieder geval deze paarden straks ook daar klaar voor heb. Ja, want hoe groot is de kans dat Alphaville Tokio haalt? Oh, als er niks overkomt, dan moet dat prima gaan. Want hij is nu nog maar 11. Ja. Dus dan is hij 15 en eventueel kan hij er nog wel eentje achteraan lopen. Maar ik ga zelf nog maar eentje. Dus. En dan is het goed? Ja. Ja. Ja, dan zeg je, ik ga wat leuks doen. Ja, er zit zoveel tijd in. En het is niet alleen dat ik dingen ervoor moet geven, maar het hele gezin leidt er af en toe wel eens onder. We hebben er ook wel heel veel leuke dingen weer voor terug natuurlijk. Maar bijvoorbeeld vakanties en zo in de zomer, dat zit er voor ons nooit in. Want dan heeft papa weer een concours of een kampioenschap. Dus dat gaat dan meestal niet. Dus ik heb nu gezegd dat Tokio nog 4 jaar echt topsport. En dan... Want de weg naar topsport is inderdaad, daar zijn we hier ook een beetje voor, kijken hoe het achter de schermen gaat. Daar valt ook inderdaad je gezin inderdaad even bij. Want het is mooi dat je het even aanhaalt. Want hoe staat je gezin er verder achter? Ja, heel goed. Annelies wist het, mijn vrouw, die wist natuurlijk toen ze met mij begon wat er allemaal, wat er in het pakket zat, zeg maar. En dat zat er ook bij. Ja. Zeker de paardensport, dat staat bij mij bijna op 1, zeg maar. Hebben je kinderen of je vrouw dan nog heel veel in de voorbereiding naar bijvoorbeeld Rio, betekenen hun dan nog veel voor je? Annelies heel veel, ja. Want als ik alles moest doen, zeker qua papierwerk en noem maar op, als ik dat allemaal zelf nog had moeten doen, dan kom ik amper aan rijden toe. Want dat was echt heel veel werk. Ja. Nu moesten de lijsten worden gemaakt, tot aan de elastiekjes aan toe. Hoeveel je er mee nam en wat de waarde was. Dus, en elk ding dat ik dus meenam, het voer, de zadels, de hoofdstellen, zwepen, noem maar op, moest allemaal apart benoemd worden. Nou, dat waren lijsten vol en dan kregen ze weer terug. En dan was dit weer niet goed. En dan moest dat weer opnieuw. En daar zat heel veel werk in en dat heeft Annelies gedaan. Frank, we staan bij de grote container, om het zo maar eventjes te noemen. Want je had het net al even over het voer, hoe het allemaal meegaat. Leg ons eens uit, hoe gaat het mee naar Rio? Klopt, er moest natuurlijk heel veel voer mee. Voor 2,5, 3 week moest aan voer mee. En alle voer moest ook mee. Dus, en wat voor mij dan heel erg handig is gewoon zo'n kliko. En daar gaan dan de voerzakken gaan daarin. En dat wordt na die tijd gesield. En dan uiteindelijk komt alles samen ook met het hooi. Thuis heb ik natuurlijk hele grote balen hooi. En die mochten niet mee, omdat dat gewoon geen goedgekeurd hooi is. Er moest hooi mee netjes verpakt met een keuring erop en noem maar op. Dus kleine pakjes. En dat werd dan allemaal netjes op een pallet gezet. Helemaal gesield met plastic eromheen. Een net eroverheen. En dan ging het vliegtuig in. Ja, leg nog 1 keer uit. Waarom moet er eigen voer mee? Want waarom wordt er daar geen voer geregeld? Nou, het is natuurlijk zo, een paard, het is een sportpaard. Althans, die paarden die naar Rio gaan, die kunnen niet zomaar op aan de eten zetten. Die weten natuurlijk niet hoe ze op reageren. Alphaville heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden een keer een ander supplement geprobeerd. Binnen 2 maanden werd hij gewoon zo ritselig, vond hij alles zo spannend, zo eng. Paarden kunnen daar heel, heel erg op reageren. Of met de darmen, dat kan natuurlijk ook. Dus je moet gewoon zorgen dat zo'n paard zo gelijk mogelijk daar ook in Rio krijgt. En dat hij daar ook dezelfde spullen krijgt. Dus hij heeft daar gewoon exact hetzelfde eten gekregen als wat hij hier ook kreeg. Ja, Frank, dit is hem dan. Ja. Alphaville. Ja. Vertel ons dus wat meer over. Alphaville NOP, het is een 11-jarige ruin. Dus dat betekent dat hij geen hengst meer is. Dus hij is een keer geholpen. En ik heb hem vanaf zijn 3,5 heb ik hem. En we zijn eigenlijk overal heel Europa en zo al door geweest. En hij is ook al mee geweest naar Londen, naar de eerste, voor mij eerste Paralympics. Dus daar hadden we ook al 2 keer brons. Dus het is gewoon een toppetje. Je traint hem helemaal zelf? Ja. En hier allemaal doe je dat? Ja, ja, klopt. Maar als hij dan, wat we zeiden net, in quarantaine even staat, ga je er dan anders mee om? Nou, ik heb wel, moet ik zeggen, de laatste periode voor Rio heb ik echt met in het weiland doen en zo. Hij kan als een wilde door het weiland gaan, dat ik wel heel bang was voor blessures. Dus dat ging allemaal wel heel gedoseerd. Dus hij ging niet zomaar weer het weiland in. Dat gebeurde alleen als hij goed getraind was. Dus als ik hem echt had gereden en dat hij de frissigheid zeg maar eraf was, dan ging hij het weiland in.
Of hij ging eerst even een tijdje aan de stapmolen en daarna nog even in de paddock dat hij even buiten mocht spelen. Want dat moet natuurlijk wel doorgaan. Je kunt niet zeggen van de laatste maand. Ja, precies, en het is een paard en je kunt niet zeggen de laatste maand voor zo'n kampioenschap. Hij mag niet meer van stal. Ik train hem alleen om een beetje en ik laat een beetje gras eten en een touwtje. Ze zijn hier ook gewoon paard. En was het gebeurd, stel dat hij een blessure had gehad, dan jammer. Frank, we zijn bijna het einde gekomen van deze mooie rondleiding bij jou op Stal het Endmeer. We gaan het heel even een klein stukje toch even over sportief. Want in Rio heb je een hele mooie sportieve prestatie neergezet. 3 keer brons. Ja. Tevreden? Super tevreden. Ja, heel erg blij mee. Ja. Maar dan kom je thuis. En dan, na een lange rit? Ja, we hadden zo ongeveer een vlucht en een reis van ongeveer 25 uur erop zitten. En we waren 10 minuten thuis en er stond wethouder Koes stond al op de stoep met een mooie bosbloemen. Dus dat was heel erg leuk. Ja. En daarna kwam mijn broer en schoonzus nog. En de dag erop, na de grote kerk in Den Haag, werden we gehuldigd door minister Asscher. Ja. Rutte kon even niet, dus we kregen Asscher. Dat was ook wel leuk. En daarna op de fiets door, dat was erg leuk. Op de fiets door Den Haag naar het Paleis Noordeinde. En dan zijn we op visite geweest bij koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Ja. Even wat koffie gedronken. En ik begrijp dat Margriet al een klein beetje een oude bekende voor je is. Ja, Margriet had ik al ontmoet in Londen. Ja. Daar heb ik al een keer een kop koffie mee gedronken. En ze was nu ook weer in Rio. En daar herkenden ze mij en hebben we gezellig gekletst. Ja, hartstikke leuk. Ja, maar daarnaast heb je deze week ook wat anders leuks mee mogen maken. Je bent naar de school van je kinderen. Ja, ja, dat was erg leuk. Op uitnodiging van de directeur Roel Roelofs was ik uitgenodigd om een presentatie te geven. Om te vertellen over Rio. Het is voor de kinderen natuurlijk ook beren interessant. En beide kinderen zitten. Eén zit op de onderbouw, ander op de bovenbouw. Dus we hebben 2 presentaties gedaan. Eerst van groep 5 tot en met 8. En daarna groep 1 tot en met 4. Het was erg leuk. En daar werd mijn vrouw nog even in het zonnetje gezet. Die kreeg hele mooie bosbloemen. En Alphen viel ook, want ze vonden toch wel dat ik al genoeg dingen had gekregen. Dus, ja, want uiteindelijk wat is een ruiter zonder paard? Precies, en alles erachter. Ja, Alphen viel gaat natuurlijk niet mee naar de huldiging bij de koning. Nee, dat zou alleen maar stress opleveren. Maar hij is nog wel even apart in het zonnetje gezet. Absoluut. Door de school, gelukkig. Ja. Daarom. Je zei al even, je vrouw werd even in het zonnetje gezet. Ja. Want ik wil heel graag even afsluiten met de laatste vraag. Want wie zijn nou voor jou jouw steun en toeverlaten? Ja, waar ik heel veel steun aan heb en gehad. Dat is Annelies natuurlijk, mijn vrouw. Dat is altijd wat ik van op aan kan. En in rijen, Adelinde Cornelis. Als ik het wat ik straks een keer aangaf, dat Alphenville de eerste dagen heel erg fris was. Dus ik had mijn handen er vol aan. Dat was ik niet van hem gewend. Dat was misschien 1 dag of 2 dagen. Maar 3 dagen, dat heeft hij nog nooit gedaan. En dan weet Adelinde wel. Die was dus ook mee naar Rio. Die weet altijd mij wel weer zo in de rust te krijgen. En dat het allemaal toch wel weer goed loopt. Dankjewel voor deze mooie rondleiding. Graag gedaan. Vond het gezellig. En heel veel succes natuurlijk op de weg naar Tokio. Tokio 2020.